eindelijk het woord geven aan Paul Sikkema. Volgens mij wordt dat een ontzettend leuke, spannende lezing. Een heel hartelijk applaus. Ik geloof inderdaad ook heel sterk dat dat samen spelen een heel erg belangrijke factor zal gaan worden. Simpelweg als tegenwicht tegen die druk en die stress. Heel veel gezinnen ervaren druk, ervaren stress. Dat is iets wat al een tijdje aan de gang is. Ik denk dat dat vanuit bijvoorbeeld het onderwijs nog veel sterker zal gaan worden. Hè? Ook omdat er over wordt gedacht om kinderen bijvoorbeeld al op jongere leeftijd, ook al op kinderdagverblijven, bijvoorbeeld aan educatie bloot te stellen. Nou, dan is het bij uitstek natuurlijk zo dat je als speelgoedindustrie ruimte hebt om zeg maar als compensatie daarvoor dingen aan die gezinnen te gaan leveren. Martin Valekamp, die houdt hier normaal altijd een lezing. Dat is echt professor speelgoed, hij is pedagoog. Maar ik ga in één zin samenvatten zijn stuk over 40 jaar speelgoed. Hij is hier helaas om gezondheidsredenen niet. En het voornaamste wat je moet onthouden is dat het speelgoed dat er is altijd samenhangt met de pedagogische ideeën die in een bepaalde tijd op geld doen. En in de jaren 30, toen ontstond eigenlijk voor het eerst het idee dat het kind een individu is. Dat creativiteit en fantasie heel belangrijk zijn. En toen kreeg je ook echt die opkomst van speelgoed, plezier, lol maken. Nou, het zal u niet zijn ontgaan. Samen lol maken is heel erg veranderd in iedere zijn eigen tablet. En Martin vraagt zich af of speelgoed weer gaat samenbinden. Of kinderen weer met elkaar, met echt speelgoed, driedimensionaal enzovoort gaan spelen. Dames en heren, dan gaan wij nu over tot de plechtige verkiezing van speelgoed van het jaar 2013. De 40ste keer dat deze verkiezing plaatsvindt. In de categorie 0 tot en met 2 jaar. De winnaar is Nino Nina, mijn interactieve knuffelbeer van Fintech. Dan gaan we door naar de categorie 3 tot en met 5 jaar. Lego Duplo Luxe Treinset. Dan gaan we weer naar een hogere categorie. Jongens, dat zijn steeds meer dingen die jullie leuk vinden. De categorie 6 tot en met 8 jaar. En de winnaar is Furby. Hasbro. We gaan naar de categorie 9+. En de winnaar is Rockboard Skater. En dan gaan we naar de categorie 12 tot 99. Ik zou gewoon zeggen 12+, want we worden ook steeds allemaal ouder. De winnaar is Trinominos. Tribalans van Goliath.